We hebben een vraag binnengekregen van Klaartje en Dick uit Haarlem. Ik zal hem even voorlezen. Beste redactie van Your Travel, we gaan binnenkort trouwen. Voor onze huwelijksreis willen we graag goed uitpakken. We willen in een mooi hotel verblijven waar we volledig worden verwend. En we willen ook iets meer doen dan alleen maar op het strand liggen. We hebben gehoord dat Mauritius een te gekke bestemming is. Klopt dat? Nou, Klaartje en Dick, dat ga ik heel graag voor jullie uitzoeken. En het begint meteen al goed, want ik check in een van de vele 5-sterren hotels die je op Mauritius vindt. Op de wereldkaart is Mauritius niet meer dan een hele kleine stip in de Indische Oceaan. Het eiland ligt op zo'n 2000 kilometer van het Afrikaanse vasteland. Vanaf Brussel vlieg je in ruim 11 uur rechtstreeks naar de hoofdstad, Port Louis. Hoewel Mauritius vooral bekend staat om de paradijselijke stranden, valt bij aankomst al snel op hoe gevarieerd het van oorsprong vulkanische eiland is. Het eiland is zo groot als de provincie Utrecht en is dicht bevolkt. Er wonen in totaal 1,2 miljoen mensen, waarvan het merendeel uit India afkomstig is. Welkom to Sofitel in Bayern. Oh, thank you very much. Bij een honeymoon hoort natuurlijk een lekker verblijf in een speciale kamer. Nou, ik ben meteen voor het beste van het beste gegaan. Presidential suite. De kamer is dus 74 vierkante meter groot. Badkamer. Hallo. Super dit. Oh, er liggen cadeautjes klaar. Mooi shirt. Een sjaaltje. Nou, de dure 5-sterren hotels op Mauritius zijn ook echt helemaal ingespeeld op verse bruidsparen. Als je aangeeft dat je als vers paar hier verblijft, krijg je dus meteen cadeautjes. Maar ook als je een normale kamer boekt en er is een suite beschikbaar, dan word je kosteloos geupgraded. Nou, hier kun je 's ochtends aangenaam ontbijten. En hier beneden ligt dus je eigen tuin. Met een privéopgang naar het strand. Mauritius is niet alleen een ideale bestemming om je huwelijksreis door te brengen. Je kunt er ook je hele bruiloft plannen. Het leuke aan Mauritius is dat je zelf je trouwplek uit mag kiezen. En dat kan dus bij het zwembad van je hotel, in de Japanse tuin, op het strand of onder de palmboom. Maar ook als je niet gaat trouwen is Mauritius een heerlijke bestemming. Want waar het natuurlijk toch allemaal om draait zijn de witte stranden en de azuurblauwe zee. En dan slaat de romantiek al snel toe. Wat betreft luxe vakanties is Mauritius echt uitgegroeid tot een waar begrip. Dit is een kaartje van het hele eiland. En zo'n beetje de hele kust is bezaaid met hotels. Voornamelijk de dure 5-sterren hotels. Ik verblijf nu hier aan de westkust. Onder het dorpje Flik aan Vlak. En ik ga later een hotel bezoeken aan de oostkust. Maar eigenlijk maakt het helemaal niet uit waar je verblijft. Want elk hotel heeft een prachtig stukje strand. En vanuit elk puntje van het eiland kun je hele leuke uitstapjes maken. Backpackers zijn op Mauritius snel uitgekeken. Het eiland is vooral ingesteld op het georganiseerde toerisme. Elk hotel biedt een scala aan excursiemogelijkheden en activiteiten die zich vaak op het water afspelen. Mauritius is een van de beste plekken ter wereld om te diepzeevissen als het gaat om de Blue Marlin. Die zijn al meerdere wereldrecords gevestigd, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Good morning. Wij gaan op pad volgens het tag and release principe. Wat betekent dat de vis die we eventueel vangen wordt voorzien van een merkje en onmiddellijk weer zal worden vrijgelaten. Er komt een lijn of 6 uit. Heel heftig dit. Maar ja, ik heb nog nooit gevist. Ja, in Nederland weer. Een snoek gevangen. Vertel dat. Let's go. Jumping. Ja. Gaat het? Ja. We zijn nog geen uur aan het varen geweest. We zijn nu al beet.
En volgens mij zijn ze echt heel erg zwaar. Dit is niet voor te stellen. Ik kan er niks meer zeggen hoor, ik ben er gewoon kapot. Aan de hand van het merkje dat bij de vis wordt aangebracht, wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het leefgedrag van de Blue Marlin. How heavy is this one, you think? Yeah, 200. Oh, wat heftig, hè? Why do you think thanks for the help. It wasn't good, wasn't bad for the first time, hè? We hebben het alweer vrijgelaten. Het is natuurlijk te gek om zo'n beest te vangen, maar ook alweer zonde om dat uit de oceaan te jatten. Dus tag and release. Hij heeft nu weer de volle vrijheid. Het doel van het tag and release principe is om de totale Blue Marlin populatie te beschermen en in stand te houden. Ook bij andere vissoorten wordt dit principe steeds vaker toegepast. Wij varen inmiddels weer verder en het lijkt erop of we heel veel geluk hebben. Volgens de schipper hebben we een hele grote kans om een walvis tegen te komen. Hier, we zijn wel heel dichtbij. Zie je dat? Oh, wijs! Ook nog even walvissen, zeg. Zie je dit? Ja, dit is te gek. Dit klaartje. Als dit geen perfecte honeymoon wordt, dan weet ik het niet. Mauritius. Op Mauritius is het geen probleem om van je geld af te komen. De meeste 5-sterren hotels hebben een spa waar je je van top tot teen kunt laten verwennen. Is dit prachtig, zeg! Ik heb hier een massageafspraak. Zouden ze ook alle twee gaan masseren? Oh, ze begint al. Oh, heerlijk dus. Als je single bent is het ook erg leuk hoor. It was a bit too full. Leuk. Nah, dit is toch te gek. Wat ga je doen? Het schijnt muziek onder water te zijn. Microfoons zijn niet waterdicht, maar op deze manier misschien wel. Kun jij dit horen? Probeer. Ja. Hoor je dat? Ja. Hoor je? Dat is toch te gek dit, joh. Een betere afsluiting van de dag kan ik me niet voorstellen. Lekker romantisch dineren op het strand. Ik dan wel met mijn collega's. Maar we zijn aan het genieten van een 7-gangen diner. Een kreeftdiner. Jongens, eet smakelijk. Altijd nog baas boven baas. Ik ben nu in Le Prince Maurice. En dit is toch wel echt een van de meest exclusieve hotels van het eiland. Deze suite is werkelijk waar prachtig. De inrichting, erg stijlvol, helemaal af. Maar daar betaal je dan ook wel weer voor natuurlijk. Want zo kun je met z'n tweeën in deze senior suite overnachten. Voor 2500 euro per nacht. Er zit er wel een ontbijtje bij. Het is ook nog eens een privé zwembad. Maar zou je in de zee willen zwemmen, dan moet je een klein stukje lopen. Een meter of 10.